En waar schrijf je je voor in? Grote wagen. Grote wagen. Narrenkoppen. 63 jaar bestaan. En we pakken weer groots uit. Maar dat is jullie zo. Breda Nu. Je weet het meteen. De kerstboom is eruit. De Sanseveria wordt weer met man en macht in elke huiskamer weggezet. We zijn hier bij de inschrijving van de grote optocht van het Kielegat en de Brakke Sniert. En ja, als ik dit zie en dit hoor en dit voel, is er maar één ding wat ik kan zingen. Ja, ja, ik voel het al. Het is weer carnaval. Ja, we zijn er helemaal klaar voor. In plaats van de eerste zaterdag is nou de eerste zondag, nieuwjaar, inschrijven we in Hotel de Keizer. En wat gebeurt er allemaal? Want het is een drukte van je welster hier in de Keizer. Ja, de mensen komen zich inschrijven voor de grote optocht 5 maart in Breda. En die komen hier keurig netjes bij de commissie zeggen inschrijven. En dan gaan we dingen vragen en dan kun je netjes indelen. Ja, de kinderen die vermaken zich en die ouders die hebben er zoveel vertrouwen in dat het goed komt. Dus ja, zoals je ziet, het is hier een en al feest. Nou, super. Hey, en is hier ook ergens nog de inschrijving voor de Brakkesliert? Is dat ook echt bij de grote optocht? Ja. Of? Ja, het inschrijven voor de Brakkesliert is hier rechtsaf in de zaal. Dus alles is hier binnen het gebouw. Inschrijven voor de optocht? Ja. Ja. En waar schrijf je je voor in? Grote wagen. Grote wagen. Narrenkoppen. 63 jaar bestaan. En we pakken weer groots uit. Maar dat is jullie zo. Moet ik even ingrijpen hier? Wat zegt u? Moet ik nog ingrijpen of gaat het allemaal? Nee, het gaat nog steeds goed. We hebben nog geen ruzie. Het gaat nog steeds goed. Het moet allemaal nog beginnen. Maar ja, hij komt ons inschrijven namens de CW De Deksels. Ja, dat mag niet, hè? Weet u wat dat betekent? Weet u wat dat betekent nu? In het Frans? Nou, zeg het maar eens. Bloot. Breda bloot. Dames, is het allemaal... Is de inschrijving goed verlopen? Helemaal goed verlopen, ja. En waar heeft u zich voor ingeschreven? We zijn een kleine groep. Dat is een kleine groep. Dus, een kleine, we missen er nog 2. Ja. Een beetje meer vrouwen in de optocht. Vinden wij wel goed. Ja. En hoe kunnen we deze vrouwen gaan zien straks in de optocht? Is er al een idee? Een idee, ja. We hebben een hele leuke... Hele vergaderingen gehad. Dit vind ik een verrassing. Ja, jij wou mij meenemen naar de... Nou, wij zijn natuurlijk de jongste carnavalsvereniging van Breda. Wij zijn de Vior. Daar staat eigenlijk heel Breda's voor veer in uw reet. Inmiddels zijn we zijn met 7 man begonnen 4 jaar geleden. En inmiddels zijn we over de 80 geleden. Ik loens een beetje nog, dus ik kijk de mensen thuis wel aan nog. We hebben natuurlijk ook een eigen bus gekocht. Die zie je regelmatig in Breda rijden. Een knaloranje bus met grote kontje achterop. Volop mee veren, veer in Oreet. Hartstikke gezellig, want we zijn geen carnavalsvereniging. We zijn carnavalsvrienden. Is het al heel druk geweest ook met kinderen die zich hebben ingeschreven voor de Brakkesliert? Ja, het was inderdaad heel best wel een drukke boel. Maar ja, dan ben je alsnog dan heel erg blij dat je dan uiteindelijk zo'n grote rol krijgt. Als er zoveel inschrijvingen zijn. Breda Nu. Je weet het meteen.